Amke Waaier is onze MBO-uitblinker van 2014. Zij is studente dierenartsassistente en ze wordt geïnterviewd door Larissa. Maar je kunt ook nog stemmen op de nationale competitie voor de MBO-uitblinker. En dat kun je doen op ditismbo.nl. Dus allemaal stemmen! Sterk in communiceren, anticiperen en verantwoordelijkheid nemen. Dat is Amke Waaier in een notendop. De studente dierenassistent para-veterinair uit Langeveen is uitgeroepen tot MBO-uitblinker 2014 van de Groene Wellen. En ze doet mee aan de landelijke verkiezing tot beste MBO'er van Nederland. Beste Amke Waaier, ik hoor dat jij beste MBO-uitblinker bent geworden. Hoe is het om MBO-uitblinker te zijn? Het komt voor mij van een hele verrassing, want ik ben zo de klas uitgehaald en heb een koers gezet. Ik vind het hartstikke leuk en ja, toch ook wel heel bijzonder om dat te zijn. En hoe komt het zo dat jij de uitblinker bent geworden, denk je? Ik ben eigenlijk sinds mijn opleiding, toen ik begon was ik ziek, had veel buikpijn en zat ik aan zonnevoeding. En daar heb ik veel lessen gemist, maar heb ik wel alle vakken en alle toetsen gemaakt en alle stage ingehaald en gehad. En hoe heb je dat zo kunnen combineren, dat je het zo goed hebt kunnen leren eigenlijk terwijl je zo ziek was? De eerste jaar ben ik alleen half dag naar school geweest, omdat ik voor meer uur had geen energie. En dankzij mevrouw Witta heb ik ook veel toetsen later mogen inhalen en heeft ze mij daar begeleid. En mijn ouders gaven me ook veel hulp daarbij. En de stages heb ik in het Frans allemaal ingehaald. En ik had ook hele makkelijke stagebegeleiders die daar ook heel erg open voor waren. Okay, en wat deed je zowel op stage dan? De eerste jaar heb ik in de dierenwinkel aan mijn vader geholpen. In de dierenwinkel was kassa, mensen helpen. Producten ook bekijken, zodat je daarmee informatie over kon krijgen. Bij de paarden was het paarden verzorgen, naar buiten doen. Al die dingen rondom de paarden en weer naar de dierenarts met de paarden. In het tweede jaar moest je ook op verlosstage. Daar ben ik al veel eerder mee begonnen, zodat ik halve dagen daar naartoe kon, want anders werd dat ook te zwaar. Dat heb ik bij schapen gedaan en toen ben ik nog bij de tripsalon geweest. En afgelopen jaar ben ik dan naar de dierenartspraktijk geweest, omdat dat ook meer op stage voor. En wat deed je op die kliniek? Patiënten voorbereiden voor de operatie, algemeen onderzoek. En dan bij de operatie bijstaan, kijken en assisteren. En na de operatie de nazorg en baliewerk. En meekijken hoe ze daar allemaal functioneren en de mensen hielpen en de medicijnen weggaven. En hoe gaat het nu met je ziekte? Is het al over of heb je er nog last van? Afgelopen september ben ik geopereerd en heb ik het maatje uit mijn buik gehaald. En sindsdien ben ik van de zonnevoeding af en heb ik ook geen buikpijn meer. Heb ik alleen afgelopen week te horen gekregen dat ik een hartafwijking heb. Dus dan moet ik daar weer voor verder onderzoeken naar het ziekenhuis. Okay. En hoe ben je zo erop gekomen om de opleiding van het veterinair te gaan doen? Sinds groep 8 wil ik altijd al dierenartsassistent worden. En dus heb ik ook op het voortgezet onderwijs de groenkant gekozen, zodat ik ook de vakken kreeg voor deze opleiding. En dan op een dag gekeken en deze school sprak me aan omdat het in de buurt was en een kleine locatie. Dus dat vond ik wel prettig. En in welk leerjaar zit je nu? Ik zit nu in derde leerjaar. En alles gaat nog goed? Je loopt op schema weer? Ja, ik loop nu weer op schema. Ja, oké. En wat vind je het leukste aan de opleiding? Stage lopen en praktijkvakken vind ik het leukst. Oké. En thuis, heb je zelf ook nog huisdieren? Ik heb een hond, een Maltese en ik heb een dwergkonijn. En doe je ook volop verzorgen? Ja, met mijn hond heb ik puppycursus gedaan. En ja, het is eigenlijk mijn hondje, dus daar doe ik alles mee. Oké. Okay. En je bent dan MBO-uitblinker geworden. Heb je dat thuis nog gevierd? Op het moment dat ik hoorde dat ik gewoon aan lag op het ziekenhuis, dus heb ik toen niet echt gevierd, maar binnenkort als het allemaal beter gaat, dan ga ik wel een feestje geven. En heb je nog een tip voor leerlingen met wat minder doorzettingsvermogen? Nou, ik had mijn doel echt om deze opleiding te gaan halen, dus als je je doel hebt, dan moet je er eigenlijk gewoon voor gaan. Vind ik een mooie afsluiting.